Nee, ik heb mijn stem een beetje terug, Yannick. Het is dat tijd is voor... Tech It! Ja! Yeah. Tech It! Tum, tum, Feesten! Tum, 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 tum. Oh, wauw, waarom zit hier zand? Oh ja, hoe heet dat? Danny had een schoorsteen gebouwd op ons huis. Een schoorsteen? Oh ja, ik had hem volgens mij al gezien. Kijk, daar. Zie je hem? Oh ja, alleen... Er komt niks uit. Nee, zo dacht ik ook. Dus wij gaan denk ik maar even naar binnen. Want ik heb in de tussentijd toen jij weg was op vakantie. Kijk, heb ik een dinges gemaakt. Kijk, die staat ook heerlijk in het midden van de kamer. Ja, dat is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Ja, maar hij staat niet in het midden, ouwe. Oh, hij staat niet in het midden. Nee, kijk. Hey, oh, ik zie het. Dit is het midden. Hier zo. Prop. Wow. Hier is het midden. Kijk, dit is het midden zo. En ik heb... Ja, maar kom, we gaan verder. Ja. Kijk, ik had een heel idee. Kijk, dit is onze tunnel naar achter. Kijk, en dan ga je hier met de trap zo naar beneden. En dan? Kijk, kom je hier. Zo, dan loop je hier door. Kijk, dan maken we hier... Wow, hij is vet ver. Dan Holy shit. Dan maken we hier een... Wow, zo, oké. Okay. Maken we hier een basement met alle... Ja, wat zouden we daarin kunnen doen? Ik zit machine... Of kisten. Kunnen we een opslag plaatsen? Ja. Zoiets. En misschien aan de hand van daar kunnen we ook heel veel dingen doen. Weet je? Weet je wat we kunnen maken? Nou. Een sorteermachine. Wauw. Dan stop je alles in één kist. Wow. En dan gaat het automatisch overheen. Dan hoef je niks meer te doen. Wauw. Oh, ik begin nu alweer last van mijn keel te krijgen. Ik denk dat je dat wel kan horen. Mijn stem wordt in één keer heel erg heerlijk zwaar. Ik krijg een heerlijke zware stem. Je zit helemaal vol. Ja, alles zit bijna vol. Oh shit. Ja, ik ben hard aan het werk geweest in de machine in tussentijd. Ook toen je weg was hoor, chef. Ja, dat zie ik. Maakt u zich maar geen zorgen. Want we zijn ook nog naar beneden gaan hakken. Chelro heeft nog keihard geholpen in tussentijd. Dus op dat gebied, ja, zijn wij wel heel druk bezig geweest. Oké, en nu nog op machinegebied. Ja, want dit is klaar, maar ik dacht, kijk, weet je, kunnen we het afsluiten. Nou, daar beneden loop je de andere cave in, gebeuren, gedoe. En dan ga je hier omhoog om Oh, ik ben echt scheef aan het lopen. Kijk, want deze query, dat gaat zeker heel lang duren, denk ik. Ja, die duurt wel lang. Even kijken. Hij is al redelijk ver. Kijk dan, het is zeker op laag 40 of zo. Ja, maar ik wil hem op lager hebben. Maar oké, dan... dit maakt niet uit. Ik heb in ieder geval wel iets heel stouts gedaan. Ik heb het, want ik ga je nu bijpraten. Ik heb het bord laten ontploffen. Oh, daar zal je... Ik ga nog een keer wraak nemen. Jij gaat hiervoor boeten. Dit was een elite super bord deluxe. Oké, nou ja. Verder heb ik wel heel veel... Ors, tadaa! Dat is mooi. En hier zit heel veel stuff in en I don't fucking know alles. Woehoe, oké. Je stopt er nou weer een emerald in een macerator, wat is dit? Ik geef gewoon de schuld door aan, hoe heet dat, aan Chelro, aan Mitchell. Vind je goed, hè? Oké, ik vind het helemaal prima. Mitchell was schuldig, ik niet. Dus ik trop alles even hier in de dingen, daar ben ik er vanaf. Nou nee, terug ja, hier. Oké, wat gaan we nu doen? Want je wou een... matmos, nee. Weg. Grijp hem! Oké, sorry. Alles goed? Ja, oké. Ik denk dat het door de hoestdrank komt en de neusspray. Ik denk dat daardoor... Wauw. Let op, hier heb ik al heel lang last van. Oké, kijk. Werd jij post technisch huisje en vooral van Chelro. Ik zei, en ik had neergezet ook van Chelro, en hij zei ook vooral van Chelro. Vervolgens wou jij een diamond maken, toch? Een diamond machine. Ja. Hoe gaan we die maken? Wat is daar de plannen van? Wat is daar de bedoeling van? We moeten energie hebben, dus nog meer solar panels. Ja. Die je hier op het dak kunt zien. Nog meer? Nog veel meer. Solar panels, zei je? Want, ja, dit zijn er maar 8. Dat is niet zoveel. Solar. En welke moet ik hebben dan? Oh, gewoon een solar panel. Gewoon een solar panel. Oh, dan moet je glas, coal dust en een electric circuit. Oh, wauw. Ja. Wat is dit een gedoe, ja. Wauw. En later gaan we natuurlijk een kerncentrale bouwen. Ja. Maar dat is interessant, hè? Volgens mij is deze plek
de perfecte plek om gewoon een kerncentrale neer te zetten. Weet je zeker, vlakbij het huis? Ja, en dan zetten we hier een enorme muur, zodat je niet kan zien. Oké, maar van olie kon je ook energie maken, zei je? Ja. Maar kijk, ik heb hier olie gevonden. Dus is olie. Ik weet zeker. Ik weet het. Kijk daar! Daar in de verte! Daar, in Wat? Oh, ik werd aangevallen. Kom, ik kunnen hem even zo doen. Mooi. Kijk, daar, zie je daar in de verte. Ik zie hem. Oké, hoe gaan we dat doen dan? Dan gaan we een pomp bouwen. Zullen we dat doen? Want dat kunnen we wel gaan doen. En dan gaan we tanks bouwen. En dan niet tanks van die rijden, maar tanks waar je dingen kan opslaan. Ja. En die zetten we dan bij het huis neer en daar gaat dan alle olie in. En wat kan je met al die olie dan? Dat kun je gebruiken als energie. Oké, maar... Wauw. Laten we doen. Gaan we hem boven of ondergronds bouwen? Hoe bedoel je de wat ondergronds bouwen? Nou, de olie moet toch naar die pomp teken toe. Ja, we moeten de pomp boven de olie neerzetten, dus we moeten er sowieso heen. Dus we moeten een boorplatform bouwen. Ja. Zoiets, dus we moeten er gewoon naartoe zwemmen. Okay. En dan wat hout omheen zetten. Hout. Dus als we nu hout gaan halen... Ja, ik heb hout. Ik heb heel veel hout. Heb je heel veel hout? Oh, geef me hout, jongen! Heb jij een stack, ik een stack. Oké, en dan moet je die stack moet je helemaal losmaken? In dat lijkt me handig. Oké. Dan gaan we naar de overkant zwemmen. 1, 2, bommetje! Woehee! Oké, die kant gaan we dus op. Hoppa, even lekker een stukje vlees eten, jongen. Wauw, jongens, we zijn gewoon een poosje weg geweest. Heb jij nog meegekregen waar ik ben geweest? Gamescom. Yeah, bitches. En hoe was het met jou, Jannik? Waar ben jij heen geweest? Ik ben naar Tsjechië en Hongarije geweest. En hoe was je vakantie? Nou, het was een goede vakantie. Nice. Of dan dat ik een paar dagen ziek was geweest. Oh, wauw, ik ben nu ziek, ouwe. Echt vervelend, hè? Ja, wat had jij? En gewoon buikpijn en zo. Oh, wauw, dat is echt inderdaad heel erg minder. Oh, wauw. Oké, wat gaan we doen? Wat is de... Voordat we gaan beginnen... Ja. Moet je zorgen dat, je ziet het uitstekende ding, daar moet geen hout. Ja. Dus je moet zeg maar, dan moet ik het even zelf neerzetten, zo. Oké. Dan er even omheen bouwen. Oké, prima. Oké, dus dan gaan we er omheen bouwen, dus zo. En dan hier nog, zo. Oké, dat hebben we nu gedaan. Ik heb even zo, dan kun je erop lopen. Oh, ik kan overal op lopen, zo. En dan bouwen we het gewoon even uit tot een wat groter vierkant. Nog een groter vierkant. Ja, je kunt het gewoon aan de zijkant neerzetten, zo. Oh, ik heb een zo, ik heb een lali. Ja, gewoon zo is wel goed. Gewoon van elke kant 3 eruit. Zo, oké. Huppatee. Hier nog. Zo, oké. Dus wij gaan op zoek naar echte olie. Dat hebben we nu gevonden. Ja. Ah, nee. Oké, zo, dus wat... ik heb... Oh nee, ik heb geen ex. Dan wat het plan is, dan hierboven... Boven dat middenste stuk, daar komt dan een pomp. Ja. En want als je hier beneden gaat, dan zie je daar een enorme gat. Wow. En dat zit vol met olie en dat gaat helemaal naar beneden. Oh, en dan zit daar zo'n oliekamer met allemaal olie. Oh. En hij pompt van alles eruit. Wauw. Oké, dus en hoe gaan we een pomp maken dan? Dan moeten we weer terug. Oké, weet je, als we nu even hier zo'n... Oh, ik heb een heel slim idee. Als we hier nou een soort van verhoging ervan heen zetten... Dan hoef je ook nooit zo hoog te springen. Dan hoef je ook geen rare dingen te maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is wel handig. Oké, ik zie dat we hier een fout zit. Hier moet nog een laag bij, zie ik dus. Oké, doe ik dat dus even. Jij doet het. Tuurlijk, joh. Ik ben harde werker, hè. Oh, kut. Oh, nee. Oh, piep! Nog een keer piep. Oké. Oh, nee. Maar die piep zo is niet hoog goed voor mijn keel. Wauw, mensen. Dat kan allemaal. Wauw, krijg je een last van je keel. Oké, als we zo doen, zo. Kijk, ja, dat net zit wel hoog genoeg. Dan hebben we hier een opstapje en dan kunnen we hier erop zo, weet je? Oké, en dan denk ik dat het handig is dat we hier zelf de opslag neerzetten. Want soms als je de pipe van hier helemaal naar ons huis maakt, dan kan het zijn dat de olie er niet goed doorheen komt. Oké, dan maken we hier gewoon een extra... Dus gaan we hier, dan gaan we hier de tanks neerzetten. Oké, dan maken we een groot platform. Ja, zo. En dan zetten we iets neer wat een, hoe heet het ook weer? Ik weet niet meer hoe het heet. Ja, het heet bent met, een world anchor. Ja. En dat is gewoon een anker en die kun je neerzetten. En die zorgt dan dat dit altijd geladen wordt. Dus ook al zijn we helemaal ergens anders. Wow. De olie gaat altijd nog
door de pomp gedingest worden. Ja. Wauw. Oké, nou prima. Dan zetten we hier dus de tank neer, denk ik. Zo. Ja. Oké, prima. Dan maken we hier dit even af. Zullen we de tank neerzetten in de volgende aflevering? Ik vind het goed. Prima, dan wij hebben olie gevonden. Wij zijn rijke tatas, denk ik. Ja, wij zijn olie-sheiks. Wij zijn... Ja, wauw. Hoeveel gold kan je daar wel niet mee krijgen, ouwe? Ik weet het niet. Als we hier nog 3 lagen zo naar buiten werken, dat het heel mooi zou zijn. Zo 1, ja. 2... Ja, ik denk eigenlijk 3. Dat we aan dit wel genoeg hebben. Nee, ik wil mooier. Ik wil een heel mooi platform. Dit is mijn... Oh, wauw. Door de lelie gaat hij omhoog, wat? Ouwe. Lol. Oké, dit is mijn... Kijk, de jungle is daar, snap je? Dus ja. Als ik dan Tarzan ben, kan ik op dit platform slingeren. Oh mijn god, wat een geniaal plan is dat. Ik hou van om Tarzan te zijn. Wauw. Ja, dat hoor ik. Ja, waarom heb jij nou je werk niet gedaan? Potverdorie, aan die andere kant. Ik ben toezicht aan het houden. Ja, dat heb ik door, je bent lui. Potverdorie. Kijk, let op, hè, hier. Oh! En ik kom eronder, dan is die weg. Maar er is een groot verschil tussen toezicht houden en lui zijn. Oké, nou, wij maken deze af nu even nog snel. Vergeet even niet te abonneren op WTF Games. Links staat onder in de beschrijving. Knap van Jannik. Hij is terug, mensen. Dus spam alsjeblieft even de chat vol. Bitches. Vergeet dan ook niet even te abonneren op mijn kanaal, dit is Durms. En wij gaan met die olie verder in de volgende aflevering. Druk op het groene duimpje, abonneer op alles. En tot de volgende keer. Miauw.